Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van maandag 18 juli. Werfpop 2016, hoe bevalt het? Geweldig. Ja, echt heel leuk. Vertel eens, wat is er leuk? Nou, zoveel mensen allemaal bij elkaar en er is echt van alles te doen. Muziek luisteren, dansen, je kan fietsen op je kop. Ja, echt. En het weer zit mee. Nou, ik denk dat we zo rond de, een beetje op koers zitten van voorgaande jaren. 20.000, 21.000 zo. Ik denk, dat verwacht wel dat er nog gaat gebeuren. Ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik naar Werfpop ga vanaf dat ik een klein meisje ben. Dus, Beste Werfpop herinnering? Ja, ik ben toch ook wel heel erg gelukkig als ik denk aan die momenten in het Van der Werfpark. En dan daarna met z'n allen naar LVC. En hoe is de sfeer vandaag? Super, het is echt onwijs warm, heel erg druk, maar volgens mij is iedereen hartstikke relaxed. Hoe is het, Werfpop? Goed, ja. Gezellig, leuk, lekker weer. Leuke, gezellige mensen. 35ste keer. Hoe vaak ben jij er geweest? Nou, geen 35 keer. Wanneer is het voor jou geslaagd, zo'n dag? Het is nu al geslaagd, want kijk om je heen. De sfeer is geweldig. En vooral ook, we hebben, de opbouw ging vlekkeloos, de organisatie gaat vlekkeloos. Ik heb nog niks te doen gehad vandaag, dat is altijd een goed teken. Gratis festival, hebben ze het goed gedaan? Ja, ik vind het wel. Ja, voor een gratis festival is echt top. En dan nog het weer. We gaan een aantal flinke zomerse dagen tegemoet. Vandaag was het al 23 graden met weinig bewolking in de lucht. Vanavond en vannacht is het ook onbewolkt. De temperatuur daalt niet verder dan de 14 graden en het is bijna windstil. En morgen een tropische dag met de gehele dag zon. Het wordt 29 graden met een wind uit het zuidoosten. Kijk nog even naar het weer voor de rest van de week. Woensdag zeer warm met 31 graden en geheel onbewolkt. Echt strandweer. De dagen erna minder warm, maar zeker boven de 20 graden. En het gaat voorlopig nog niet regenen. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdag om 6 uur melden we ons weer met de nieuwe uitzending. In de tussentijd houd u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.